Roll another one, cause I'm winning in my photo. Yo kijkers van Trubbix Heroes, leuk dat je om te kijken naar een nieuwe Man Liverpool carrière mode. En zoals jullie weten zitten we in de finale van de Europa League. En die moeten we spelen tegen Zenit Sint-Petersburg in mei, dus laatste wedstrijd van het seizoen. Daarna gaan we naar juni en zitten wij in een pool van het EK met Turkije, Tsjechië en Frankrijk. Ja, en dan zitten we alweer in het volgende seizoen. Oké, de finale van de Europa League tegen Zenit uit Rusland. En ja, het wordt een spannende wedstrijd, denk ik. Ik denk dat we wel favoriet zijn in deze wedstrijd, maar ja. Ik weet natuurlijk niet hoe het team van Zenit eruit ziet. Dat is de beker, de Europa League, waar we voor ons voor gaan. En ja, zoals we de vorige aflevering al wel zeiden, Zenit had Ajax uitgeschakeld, Borussia Dortmund en Napoli, volgens mij, of wat het ook is, ik weet het niet meer. Oké, de opstelling van Zenit met Malafeev in goals, Monikov, Neto, Garay in de verdediging en ook Crisito, Witsel, Garcia, Shatov, Dani, Hulk en Zuba. Ja, en dan onze opstelling met ja, één verandering. En dat is dat Firmino aanvallend speelt in plaats van Ziyech. Ziyech is eruit, waardoor Milner naar achter schuift. Dus met deze opstelling gaan we het doen tegen Zenit. Milner op Dybala. Dybala uit de draai met rechts. En ja, die wordt van de lijn weggehaald, soort van. Maar, oké, Garay geeft de bal terug. Dus Firmino. En dat is het doelpunt. Het doelpunt van Benteke dus. 3 doelpunten in de Europa League heeft hij. En we staan met 0-1 voor. Oké, Paulo Dybala. Langs zijn tegenstander. Lage voorzet. Daarop Firmino. Benteke dan. En die komt op de lat. En wauw. Die had erin gemogen. Dus Benteke. Naar Dybala. Zoveel ruimte. Naar Firmino. En wauw. Zo'n slechte paas. Heb ik echt nog nooit gezien. Benteke. Door op Tremolina. Tremolina schiet maar eens van die afstand. En die worden aangeraakt. Oké, de hoekschop gaan wij zo nemen. Milner hier. Uithalen, jongen. Oh, goede redding van de keeper. Goed schot ook. Kunnen wij nog 9 minuten volhouden? Zenit heeft echt nog geen kans gehad eigenlijk. Dybala, Milner, Henderson. Maar daar is Witsel die de bal onderschept. En nu. Parkeer de bus. Snel, snel, snel. Nu kunnen ze counteren. Oh, hier is Danny tegen Kolo Touré. Kolo Touré, beest. Alright. We hebben de Europa League gewonnen met het eerste seizoen met Liverpool. Fuck. Oké, ik heb er verder geklikt. Nou, in ieder geval de stads. Zenit heeft een paar kansen gehad, maar ja, niet echt grote kansen. Wij hebben 6 kansen gehad en hadden wel een paar meer doelpunten mogen zijn. Maar ja, oké, maakt niet uit. We hebben de Europa League gewonnen in het eerste seizoen met Liverpool. Oké, de laatste trainingen van het seizoen. Ik ga nog een paar keer trainen, maar ik ga ze niet allemaal laten zien. Maar in ieder geval, in deze is er niemand echt gegroeid. Alright, wat is er allemaal gebeurd in dit eerste seizoen? De topscorers, Sturridge van West Bromwich Albion, is verkocht van Liverpool natuurlijk, van ons. Dat zou best kunnen. 16 doelpunten heeft hij gemaakt. En Benteke daaronder van ons 15, samen met Costa natuurlijk. Dus op zich hadden wij Sturridge misschien niet moeten verkopen, maar volgens mij was het echt een monsterbedrag. Dus het maakt niet zo heel erg veel uit. Voor de rest, Muller, Rooney, Diouf, De Bruyne, Kane, Sanchez, Eriksen, ja, zo gaat het door. Staat er nog iemand voor ons bij, is de vraag. Liverpool. Nope, niet in de topscorers. Dan gaan we naar de assists. En ja hoor, Wijnaldum, de Nederlander, heeft 9 assists samen met De Bruyne en Ziyech. Ziyech van ons natuurlijk. Dus dat is de top 3 assistgevers dit seizoen. Zit er nog meer van ons bij. Roberto Firmino heeft er 7, Milner heeft er 5. Ondanks dat hij niet heel erg veel gespeeld. Nou ja, wel genoeg gespeeld, maar niet alle wedstrijden. Voor de rest niet veel. Dan 0 tegendoelpunten. Staan we hierbij. Waar staan wij? Wij staan. Ja, oké. Op de 20ste plek staat Navas met 14. Clean sheets. Dat komt natuurlijk omdat hij later bij ons team was gekomen natuurlijk. En voor de rest. Dragowski heeft ook 3 keer goed gekiept. Dan even snel de topscorers van de Europa League waar wij in hebben gespeeld. En raar, maar Milik staat eerst met 9 doelpunten. En Ziyech ook. Ik weet niet hoe Ziyech er 9 heeft kunnen maken. Maar dat is natuurlijk een topprestatie van onze nieuwkomer dit seizoen. En voor de rest, Adouris, Higuain, topspitsen natuurlijk. En Aubameyang. En gewoon, Ziyech heeft er mee gemaakt. Nou oké, dan gaan we naar assists. En daar staat van ons, nou Klaasie staat daar op de nummer 4. Van ons, weet ik niet, überhaupt wel iemand. Ja, daaronder staat Ziyech weer. Ja, natuurlijk weer Ziyech. En het zal er nog wel iemand anders bij staan, denk ik. Nee, blijkbaar niet. Dan gaan we naar de clean sheets. En daar staat Navas. Ja, 7 clean sheets. Dat is goed gedaan.
En Dragoos geeft er 3, dus dat is ook prima. Alright jongens, ik ga jullie nu een vraag stellen. We gaan naar ons team kijken. Dit is ons Belgisch team. Oké, nee, maar daar moeten we niet naartoe. We gaan naar ons Liverpool team. Naar het basisteam. Oké, het is allemaal een beetje vermoeid, maar daar moet je maar niet op letten. Dit is ons team. En dit is onze wissel. We hebben ook gewoon superveel spelers gekocht. We hebben een aantal talenten gekocht. En ja, de vraag is, gaan wij een tweede seizoen doen met dit team? Of gaan we iets anders doen? En ik ga jullie zo meteen laten zien wat. Of gaan wij bij de vacatures kijken en gaan wij naar Southampton, West Ham United, Crystal Palace, Swansea City of Athletic Bilbao? Deze clubs hebben we dus keuze uit. En ja, jullie mogen gaan bepalen. Gaan wij een tweede seizoen doen met Liverpool of gaan wij overstappen naar een andere club die hierbij staat? Misschien een challenge, want ik bedoel, dit zijn allemaal subtoppers in Engeland. Ja, de meeste dan in ieder geval. En natuurlijk een subtopper in Spanje. Dus jullie kunnen het gaan bepalen. Dan bedank ik jullie in ieder geval voor het kijken. Ik ga sowieso nog een aflevering doen met het EK. Wat is hier nou allemaal gebeurd? Nou, sowieso nog een aflevering doen met het EK. Maar dat zal de volgende zijn. Of ik het simuleer of speel, dat weet ik nog niet. Maar dat zullen we wel zien. En dan zie ik jullie spoedig bij het tweede seizoen. Dan bedank ik jullie voor het kijken. Abonneer op Triplex Video's. Check ook even mijn kanaal. Shadow Snel staat in de beschrijving. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later.